Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog vanuit het prachtige Italië bij het Gardameer. En vandaag staat wat leuks op de planning. Het is ongelooflijk warm en wij dachten, waar kunnen we Riffen nou eventjes een plezier mee doen? Want de afgelopen dagen hebben we elke dag bij het zwembad gezeten en dat was echt heerlijk. We hebben ondertussen, zou je misschien nu niet zeggen van mij, maar ik heb net een douche genomen. En onder de douche is echt zo'n momentje dat je denkt, wow, wat ben ik bruin geworden. En dan kom je daarna weer buiten en dan zie je zelf ook zo in het schermpje van de camera of van je telefoon naar een foto en dan denk je, het valt eigenlijk wel mee. Ik weet niet, onder de douche lijkt je altijd zoveel bruiner. Maar goed, we hebben de afgelopen dagen heerlijk gechilled en tot rust gekomen en we dachten, wat kunnen we nou eens doen met Riffen? En we zagen op TikTok wat filmpjes dat baby's vanaf ongeveer 3 maanden het blijkbaar heel erg bijzonder mooi vinden een aquarium. Dus ken je die tunnel waar je dan zo doorheen loopt en dat je dan om je heen overal visjes en haaien en alles ziet van wat in de zee zit? Dat je denkt, wauw, dat is mooi. Nou, het schijnt zo te zijn dat als je dan met een kinderwagen er doorheen gaat of gewoon met een draagzak dat je Riffen vasthoudt een beetje kan kijken. Dat ze dat heel erg magisch vinden, dat ze dat mooi vinden. Herinneren doen ze waarschijnlijk niet. Want ja, kan jij je wat herinneren van toen je 3 maanden oud was? Nee. En ga nou niet zeggen in de reacties met een heel verhaal dat je dat nog weet van 3 maanden. En dan weet je niet. Maar het schijnt wel heel erg mooi en leuk te zijn voor deze kleine man die nu gewoon nog eens eventjes de fles krijgt. Ja, wou net niet drinken bij mij en nu zat hij zo hard op zijn speen te zallen dat ik dacht, ik ga eens even testen of hij dit nu wel wil. Nou, je ligt er in ieder geval mooi bij, kleine man. Lekker. Dus we gaan naar, hoe heet dat, Sea Life? Sea Life. Sea Life. Dus ik ben heel erg benieuwd wat die kleine man daarvan gaat vinden. Nou, Riffen die is zo chill, hè. Die is zo ongelooflijk makkelijk. Die is zo blij en lekker geslapen en lekker veel ouwe hoeren met papa en mama. Zo ongelooflijk fijn. We hebben alles ingepakt. We hebben daar de luiertas en ik heb hier mijn cameratas. En we hebben nog wat andere dingetjes, mijn antibiotica, kinderwagen, noem alles maar op. Dus laten we even installeren in de auto. En dan gaan we even een klein uurtje rijden naar Sea Life. Het is weer zo lekker geregeld. Kinderwagen opgevouwen in de kofferbak. Zo, kleine man achterin. We hebben een flesje water mee. We hebben de airco vol aanstaan. Zo. En dan hebben we hierboven hebben we de vuilnisbakken staan. Dus we gaan eventjes die vuilniszak met 90% poepluiers van die kleine man. Gaan we eens even weggooien hier. Zo, opgeruimd, staat netjes. Oké, okay, let's go. Moving like the speed of sound. I'm trying to visit your sights. Just like this is the last time I see you in all of my life. Jumbo, joehoe. Nederlands kenteken. Ja. Ben je er klaar voor, maatje? Ben je er klaar voor? Yay! Dan kijk maar aan, zo van, waar zijn we nou, joh? Wat gaan wij nou doen? Zo, daar gaan we. Oh, wel vette ingang zo. Ja, toch? Ziet er mooi uit. Riffen die krijgt nog even een lekker flesje. Nou, daar zijn we bij Sea Life. Let's go. Hé, hey, kleine man, waar zijn we nou, hè? Waar zijn we nou? Waar zijn we nou? Wat gebeurt er allemaal? Waar zijn we nou? Nou, we zijn net binnengekomen. Hadden we even een foto gemaakt voor zo'n greenscreen. En ik zie meteen allemaal mooie vissen. Je mag geen flits maken trouwens hier. Dat weet ik wel van andere aquaria's. Maar check even hoe mooi dit eruit ziet. Heel erg nice. Nou, laten we eens even kijken. Wat hebben we hier? Wel mooi hoor. Hoi. Zo, er liggen ook veel trouwens hier zeg. Kijk dan. Ongelooflijk. Nou, ik ben benieuwd naar die tunnel of Riffen daar een beetje op reageert. Volgens mij zijn dit serieus de vissen die in het Gardameer zwemmen. Ja, zou je denken, ja? Ik zie daar zo'n laag op die Garda staan. En dit zijn ook wel echt van die typische meervissen. Ah, ja, dit lijkt wel een karper, moet ik zeggen. Kijk dan. Dit lijkt wel een karper. Dit is een steur inderdaad, daar beneden. Oh, dat ziet er wel mooi uit. Ja, je wil zo graag gewoon even erin springen eigenlijk. Die ogen van hem ook al hoor. Ja, die ziet hij sowieso echt dingen. Ik ben aan het goed aan het kijken. Perfecte timing zo op dat flesje. Dan heeft hij waarschijnlijk op voordat we bij die tunnel zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, kijk dan, daarboven zie je ook een vis zwemmen. Dan wil je zo graag even je hand erin doen eigenlijk, hè? Nou, misschien krijgen ze net na sluitingstijd wel gevoerd. Kijk dan.
Kijk deze. Hallo. Zo, dat is wel een dikke joekel hoor dat. Kijk daar beneden dan. Zo, dat is pas een joekel, dat is deze. Zo, wat een kanon is dat dan. Ongelooflijk. Kijk dan even. Wow, yo. Zo eentje heb je gewoon een keer gevangen ook, hè? Zo'n steur. Ja, bizar hè? Zo groot ook wel, denk ik. Ja, ik denk wel groter eerlijk gezegd. Ja, bizar hè? Ja joh, hier ligt er eentje beneden te chillen. Ja joh, wat grote vissen. Kijk hem dan. Zo hé. Hey. Niet normaal hoe mooi hè. Hij ziet er dan wel een beetje gevaarlijk uit, maar hij heeft helemaal geen tanden, niks hè. Het is gewoon alleen maar zuigen. Dat zijn gewoon stofzuigers. Die hebben hun mondje aan de onderkant zitten en daarmee stofzuigen ze alles van de grond zo. Kijk, zie je dat aan de onderkant daar zo? Dus dat ziet er eng uit. Dat je denkt van je doet zo je hand erin en dan wordt het eraf gebeten. Maar er is helemaal niks aan de hand dan. Kijk, dat is gewoon... Ja joh, mooie vissen. Kijk dan joh. Zo, ja jullie sloven je even uit voor het shot hè. Ongelooflijk. Niet normaal. Ja, nu kan ik het wel even goed laten zien. Kijk dan. Echt bizar joh. Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook zo ongelooflijk leuk. Hé, hey, juffrouw Puff. Zo, kijk deze dan. Wat? Die is ook mooi zeg. Check eens even. Ja, dat is juffrouw Puff waar die SpongeBob zijn rijbewijs al, toch? Klopt. Wat niet helemaal goed gaat. Nope. Juffrouw kijk, Puff. Kijk dan zo van voren. Kijk dat gebitje. Deze zijn volgens mij wel heel gevaarlijk. Die zien er misschien leuk uit, maar volgens mij zijn ze echt gevaarlijk. Want volgens mij als die bijt, dan bijt hij zo alles doormidden met zijn tandjes. Ja, ik zag ergens ook die koraalduivel. Ja, die koraalduivel heb ik gewoon een keer gevangen, hè? Ja, dat wou ik dus tegen jou zeggen, maar hij is nu daarheen gezwommen. Ja, hij zwemt daar af. Oh ja, ik zie hem, ja. Ja, deze is echt super giftig. Dat is een koraalduivel. Die heb ik dus gewoon serieus een keertje gevangen. Maar die durfde ik niet vast te pakken. Ja, joh, kijk hoe mooi die is, joh. En je snapt ook wel dat die koraalduivel genoemd wordt. Check eens eventjes. Wel mooi, hoor. Ja, het is echt ongelooflijk. Kijk dan die bovenkant. Die stekels die zijn volgens mij giftig. Ja, joh. Kijk, er komt juffrouw Puff weer. Mooi hoor. Zo ongelooflijk mooi. Kijk dan hoe dichtbij ook deze. Wow. Het is ook op een tijdje rustig. Ja, dus er is gewoon helemaal niemand. We waren eigenlijk net iets te laat. Ik denk dat we een half uurtje eerder waren geweest dat het top was geweest. Dat we iets meer tijd kunnen nemen. Ja, want we zijn dus nu een half uur voor sluitingstijd. En we wilden eigenlijk een uur voor sluitingstijd zijn. Maar ja, hadden we net niet helemaal gered. Maar je ziet gewoon helemaal niemand hier. Dit vind ik ook zo gek, schat. Check deze vis met die lange stierdraad. Ja, die is mooi. Kijk dan. Echt vet. Hè? Die neemt hem zo. Deze is ook mooi. Hallo, kom even de show stelen. Ongelooflijk. Ja, joh. Heel mooi. Nou, ben benieuwd wanneer we bij de tunnel komen. Oh. Riffen, ben je er klaar voor? Nee? Nee. Ben je er niet klaar voor? Gaan we naar mooie visjes kijken? Ja, gaan we naar mooie visjes kijken? Nou, ik ben echt benieuwd hoe die gaat reageren. We hebben hier namelijk de tunnel. Wauw! Kijk eens! Wat zie je allemaal? Wat zie je allemaal? Wow. Hij keek heel even omhoog. Kijk eens, joh! Hoor dit. Wat een vis, hè? Wat een vissen. Ongelooflijk. Wauw. Echt heel erg mooi dit. Zo. Wat een vissen allemaal. Kijk eens eventjes. Dit is ook wel gaaf, hoor. Zo, ze gaan hier ook al gewoon helemaal langs. Ja, ze zwemmen gewoon rondjes hier zo. Kijk dan, ze komen hier al uit. Hier zo.
zwemmen ze helemaal zo rond. Zo. Ja, bijzonder hoor. We zijn al vaker naar verschillende aquaria geweest, maar tot nu toe ziet deze er wel echt heel erg mooi uit. Ik vind dit vooral echt heel erg mooi gemaakt dit. Zijn dit allemaal spermacelletjes? Op zoek naar de eicel. Moet je ook kijken hoe vet dit ook is. Zo, dit ziet heel spacend uit dit zeg. Wow, dit ziet er op beeld echt super dik uit zeg. Ook omdat het natuurlijk ook een zonnelens is. Geloof me, dit ziet er op de camera vetter uit dan in het echt. Ja? Ja, echt bizar. Ja, ik zie het. Moet je die kleuren kijken. Oh, zo. Inderdaad. Heel erg vet dit. Kijk dan. Wow, dit is echt magisch. Hey, hallo. Wow, heel vet. Lijkt wel een fantasiewereld dit. Bizar. Heel cool. Wat hebben we hier nog meer? Ja, het gaat natuurlijk gewoon om die kleurtjes, die lichtjes. Ja. Zo, die vis is ook mooi, hè? Super mooi gekleurd. En die bewegende visjes vind ik natuurlijk ook helemaal leuk. Ja, als er een grote vis is met heel veel kleurtjes. Ja. Zo, kijk wat is dit? Eeuw, die komt gewoon uit de grond. Hiffen, kijk eens. Kijk eens, jongen. Zie je wat moois? Wat zie je daar uit de grond komen? Een wurmpie. Dat is een wurmpie. Een wurmpie. Wow, die is dat wel is gek, gek. Hoor. Die is wel heel gaaf. Oeh, ik vind het ook wel een beetje vies. Ja. Een beetje vies. Gaapie, jongen, word je er moe van? Ja, ik denk dat hij op de terugweg lekker gaat slapen. Ik denk het ook. Ik denk dat het heel vermoeiend voor hem is. Ja. Zo, dit aquarium ziet er mooi uit. Al die koralen ook. Ziet er echt prachtig uit. Zo, die kleuren. Zo, ja. Die vissen ook. Die zijn echt mooi. Mooi rond. Knolpauwervissen. Kijk die tandjes ook, het lijkt wel een beetje nep. Ja, die koralen zijn trouwens wel nep, zie ik. Die komen daar uit de muur. Oh ja, maar dat is gek. Ja, het zal vast wel een bepaald soort materiaal zijn wat niet schadelijk is voor die vissen. Maar ik dacht eerst even dat het serieus die kleur had. Kijk hoe mooi. Maar die vissen is wel echt bijzonder mooi gekleurd. Ja, hier is weer zo'n bal. Ja, dat ziet er op de camera zo gek uit, die bal. Ja, ja. Kijk, zo kan je het beter zien, denk ik. Er komt uit de muur. Heel gaaf. Ja, hij kijkt echt zijn ogen uit. Klopt, hij vindt het echt mooi. Want het flikkert ook nog een beetje. Hè? Dat water zie je ook zo. Ja, klopt. Dit hebben we letterlijk op TikTok voorbij zien komen. Hè? Dat het leuk is om met een 3 maanden oude baby naar een aquarium te gaan. Hij zag die vis aankomen. Ja. Of hij volgde deze vis helemaal. Oh. Ja, jongen. Het is zo mooi. Zo, dit is ook wel gaaf. Oh, dit is ook vet. Dan kan je er gewoon in staan. Wauw, dat is mooi. Komen er weer mooie vissen voorbij. Ja, echt bijzonder hè. Nou, we hebben hem gevonden hoor. Dit is het aquarium die echt geweldig vindt. Ik denk dat dit de hitmaker is. Ja, nu weten we welke film we binnenkort met hem moeten gaan kijken. Finding Nemo. Kijk hoe super schattig. Kijk, die Finding Nemo die zit gewoon erin. Klopt. In het kraal, die ligt daar gewoon een op. Een clownvis is dit. Een clownvis, ja. Ja. Die ligt gewoon in dat tussen dat kraal. Ja. Ja, is echt zo mooi hè, die clownvisjes. Ja, niet normaal. Prachtig. Maar dit vindt hij echt mooi. Maar ik denk meer dat koraal dat hij mooi vindt, dat het zo sierlijk beweegt. Ja, en dat die lichtschittering van dat water. Klopt. Maar kijk, daar zie je al dat koraal zo bewegen. Ja. Dat vindt hij denk ik ook super mooi. Kijk eens even hoe dat beweegt. Dat zie je? Dat zie je, is helemaal hoekt. Helemaal in trans. Vind je dat mooi? Vind je dat leuk? Echt lief hoor. Goeie keuze dit, hij vindt het echt leuk. Nou ja, hij is niet aan het lachen, maar je ziet wel dat hij het heel interessant vindt. Hij is heel erg geïnteresseerd. Ja, en het is hier niet echt super heet of zo. Het is nee. Wel warm, maar niet dat je denkt van... Nee, totaal niet. Gaan we weer verder? Vind je dit ook interessant, de zeepaardjes? Denk het niet. Denk het ook niet. Aquarium. Zo, je wordt er moe van hè, weer een gaapie. Oh, kijk wie er nu aankomt. Ik heb start erop. Wauw, dat is mooi. Kijk dan. Oeh. Echt mooi hoe hij dat gewoon kan volgen. Ja, het beweegt ook wel smooth of zo. Ja. Hey, zie je mij? Piekeboe. Oh, kijk dit. Kwalletjes. Misschien hebben we een nieuwe hitmaker. Ik ga even aan de andere kant staan. Ja, dat is wel leuk, ja.
We zijn weer buiten. Zo, ja, mooi hè. Dat was mooi, leuk hè? Vond je dat zo leuk? Hé, schatje. Kijk wat voor mooie foto we ook hebben. Vind je dat mooi? Staan we er goed op? Ja? Ja, mooi hè. Ik dacht even kijken of hij het nog doet hoor. Hij was alleen maar serieus allemaal zo aan het kijken. Ik dacht nou, ik heb al een tijdje even geen lachje gezien. Maar als ik zo doe... Ja hoor. Dan doe jij het gewoon nog hè. Hij is niet kapot hoor. Nee hoor, maar dat, zo'n aquarium, dat zijn echt veel indrukken voor hem hè. Ja, ik dacht straks en is hij helemaal in shock zo. En dan zit hij nog een uur lang zo helemaal te verwerken van wat is hier gebeurd. Nou, het is hier wel weer heel warm. Dus ik denk dat we nu wel snel naar de auto gaan en hem erin zetten en dan maar even weer rijden. Ja, want het is echt buiten warm hoor. Het is echt, we hebben precies die hittegolf te pakken hier zo in Italië. Klopt, maar ik vind het oprecht heel fijn om mee te maken dat hij vindt dit echt nog prima. Ja, terwijl het wel echt warm is. Het is heel erg fijn dat we het nu op een, we hebben geen planning. Nee. Dus we hebben gewoon elke dag is gewoon, ja, hebben niks op de planning staan. En dat is wel fijn om voor de eerste keer met hem op vakantie te gaan zonder dat je iets hebt gepland. Het is gewoon heen gaan en je ziet het wel. Ja, morgen gaan we dus weer naar huis. En we zijn nu pas voor het eerst weg geweest van... Il Gabbiano, ja. Bizar, hè? En dat was Sea Life. We zijn een half uur geweest. Ja. Maar dat was eigenlijk ook genoeg. Ja, we zijn er gewoon goed doorheen gelopen. We hebben niet het gevoel gehad dat we moesten haasten. Klopt. Echt top. Dat was echt perfect. Ja. Ik heb wel een hele goede tip. Als jullie ooit naar Italië gaan, naar het Gardameer. En je gaat naar Gardaland of naar Sea Life. Geen samenwerking uiteraard. Gewoon om jullie geld te besparen. Boek het allemaal online. Ja. Want voor volwassenen is het 16 euro per persoon bij de kassa en 12,50 euro online. En parkeertickets is 7 euro hier en online van tevoren 6 euro. Dus spaar je toch weer wat, hè? Kan je toch weer een drankje van halen? Stel, of je gaat met de hele familie of met een groep van 10. Precies. Reken uit je winst. Yes. Dus. Nou, snel naar de airco. Maar dan moet je wel registreren, dus kost wel even tijd. Maar het is wel allemaal gratis registreren. Ja, precies. Oké, dan gaan we naar de auto. Aircootje aanknallen. Wee! Poep, poep. Kijk hoe mooi dit is, hè. Zo, wat een plek, joh. En waar je dan ook zo onderdoor rijdt. Jeetje, Mina, wat een prachtig plekje is dit, zeg. Echt mooi, ook hier. Maar kijk dan deze huis ook, die kleuren. Ja, volgens mij hebben we dit serieus al een keer eerder gefilmd. Volgens mij zijn we hier al een keer eerder langs gereden. We zijn hier al een keer eerder gereden, ja. Langs gereden, 100%. Ja, heel mooi. En dit zijn ook wel nu plekken waar we niet echt makkelijk met Riven heen kunnen. Maar als hij iets ouder is, dan kan je gewoon nu stoppen en zeggen, oh, we gaan hier gewoon even een rondje lopen. Ja, klopt. Maar nu is het gewoon te warm buiten om nu te gaan strunen door een stadje. Maar het ja, ziet daar er doe heel je mooi gewoon uit. Geen plezier mee. Nee, klopt. Maar we hebben sowieso nog wat andere mooie plannetjes omheen te gaan. Waar het dan een beetje 20-ish graden is. Ja, dat is beter. Ja, dan kan je gewoon overal wat makkelijker heen gaan. Klopt, dan is het net als in Nederland. Dan kan hij makkelijk gewoon mee in de auto en gaan. Ja, klopt. Het is allemaal even een beetje uitzoeken wat wel chill is, wat niet chill is. Ja. Want jij gaat natuurlijk niet denken, we willen daar zitten. En hij zweet zich helemaal de knijten. Nee, dat is niet fijn. Bij Il Gabbiano is het top, want dan zitten we dicht bij het zwembad. En we hebben een lekker koude doek. En dan zit hij er gewoon chill bij. En dat is geen probleem. Klopt. Dus ja, je leeft er wel wat voor in. Want het is een andere vakantie die we nu vieren dan normaal. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel gemerkt de afgelopen dagen. Normaal gesproken elke dag gekkigheid, canoeing, paragliden, ziplijnen, vissen, noem alles maar op. Gewoon activiteit op activiteit op activiteit. Kwadrijden, scooterrijden. Ja, allemaal dat soort dingen. En nu is het gewoon elke dag bij het zwembad liggen. En er komt uiteindelijk wel wat meer verandering in. Maar nu met een baby, ja, die is zo klein. Je wilt hem ook niet overal heen slingeren. Dat is ook wel een beetje... Klopt. Dus ja, dit is wel een andere soort vakantie. Is even wennen, maar het is wel echt super relaxed. En ja, voordat je het weet is het ook alweer voorbij. Morgen gaan we al in huis. Bizar. Toch wel echt snel gegaan, terwijl je eigenlijk niks gedaan hebt. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is wel gek, ja. Kijk, dit is ook mooi trouwens. Dat treintje. Oh ja, die gaat naar Gardaland, volgens mij. Ja, volgens mij kan je ook gewoon zo'n treintje doen gewoon voor de tour, hoor. Ja? Ja, want waar we net waren, dat is echt prachtig. Ja, dat klopt. Als je daar doorheen gaat dan. We hebben gewoon zo'n treintoertje, ook leuk. Geniaal. We zaten ook al te kijken of je een baby op een boot mee kan nemen. Ze zeggen dat dat gewoon kan als de baby maar schaduw heeft. Ja. Maar ja... Toen hadden we zoiets van, misschien volgende keer. Ja, als hij nog iets groter is. Want dan kun je namelijk ook gewoon bijvoorbeeld water meenemen. Als hij niet alleen melk drinkt, dan kan je hem ook gewoon water laten drinken en dat soort dingen. Ja, klopt. Dan, ja, dat is toch even wat anders dan nu dat je hem heet moet aanleggen. Of dat ik moet kolven en flesjes mee moet nemen. En... Ja, we merken dat als Riven het warm heeft, dan wil hij ook sneller en vaker meer drinken. Ja. Dus dan normaal gesproken zit er dan 2 of 3 uur tussen ongeveer. Ja.
En dan nu soms na een uurtje of na anderhalf uur, dan heeft hij zoiets, ik wil drinken. Ja, klopt. Gewoon omdat hij het zo warm heeft. Ja, nou, op zich ook logisch. Wij drinken ook meer als we hier zijn. Hetzelfde bij ons. Ja. Dus, ja. Ja, en je moet het denk ik een beetje zo bekijken, daar hebben we het ook over gehad, dat eigenlijk hoe wij ons voelen qua warm en zweten, dat is voor hem eigenlijk misschien ja, hetzelfde of nog net even wat meer. Ja, want hij kan zijn warmte alleen via zijn hoofd kwijt, heb ik wel eens gelezen. Dat baby's echt nog via hun hoofd de warmte stuwen of zo. Dus dan ja, wordt het voor hem wel moeilijk om alles kwijt te kunnen. Ja, baby's schijnen niet zo heel erg goed te zweten of zo. Nee, toch? Klopt. Niet zo veel of zo. Nee. Maar ja, dat ontwikkelt zich steeds meer. Precies. Nou, nog even een half uurtje terugkachelen en dan is het alweer 7 uur. We zijn weer teruggekomen op Il Gabbiano en die krekels, joh, moet je dat eens eventjes horen. Marvin die kan daar als het goed is wel wat over vertellen, want die had te horen gekregen dat krekels, als ik het goed heb, die maken geluid tot 27 graden en warmer. Vanaf 27 graden en warmer en onder de 27 graden zijn ze stil. En als de zon op is, blijkbaar. Oké, okay, dus dat is een beetje het ding met krekels. Ja, dus de zon moet er zijn en het moet warmer zijn dan 27 graden. Dan hoor je ze. Hij wist dat al. Jij wist dat al lang, hè? Jij kijkt zo van, bro, dat je dat nog niet weet. Je bent 31, hoe kan je dat nog niet weten? Ik wist dat al. Ja. Nou, prachtig. Spulletjes eruit halen. En dan hebben we weer een memory for life. Oké, okay, ik moet heel snel filmen, want er staat harde muziek op en dat is copyright. Maar we hebben salade, we hebben hier lekker een soort pizza en we hebben lekker crudo de melon. Is het lekker? Ja, oké, okay, mooi. Yeah. Zo, dames en heren, we liggen met z'n tweeën in bedje. Riven die ligt ook lekker in zijn bedje. En het is alweer de laatste avond. Ja, morgen vliegen we gewoon weer terug. Ja, het laatste nachtje wat we hier gaan slapen. We hebben echt een topdagje gehad. We waren wat laat begonnen vandaag met de vlog. We hadden eigenlijk namelijk een beetje hetzelfde gedaan als alle andere afgelopen dagen. En dat voelde een beetje als te veel herhaling. Dus dat was wel eventjes, daarom zei ik ook al, het is even wennen dat we nu een andere soort vakantie hebben. Dus ik had een beetje het idee als ik dat ging opnemen dat het weer echt precies hetzelfde zou zijn als de afgelopen dagen. Dus hadden we ervoor gekozen om even wat later de vlog te beginnen. We zijn hier voor de laatste dag in het prachtige Italië bij het Gardameer. Ook al hebben we het Gardameer eigenlijk helemaal niet gezien. We zijn alleen maar hier gebleven, bij het zwembad gechilled. Maar vandaag moeten we wel eventjes op pad. Ik ga vandaag een check inleveren. Ja, ik weet zeker dat er veel mensen kijken die daar nog nooit van hebben gehoord of in ieder geval nooit hebben gezien. Volgens mij in Nederland, ik moet straks even de precieze cijfers erbij halen, maar je weet veel, iets van 20 jaar geleden of zo, voor de laatste keer dat er een check werd uitgeschreven in Nederland, dat dat mogelijk was. En hier in Italië kan het nog steeds. Het is wel echt heel erg verminderd en het wordt bijna niet meer gebruikt. Maar omdat ik mijn appartement heb verkocht hier in Italië, moest er nog een paar kleine bedragen of een klein bedrag moest er nog betaald worden. En de man die het appartement heeft gekocht, die dacht, ik schrijf een check uit voor dit bedrag. Alsjeblieft kan je dat inleveren bij de bank. Nou, omdat wij vanavond gaan terugvliegen naar Nederland, moet ik dat vandaag nog eventjes inleveren bij de bank. Ik heb een Italiaanse bankrekening. Dus ik ga even naar mijn bank toe hier. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat. Ik ga gewoon een check inleveren. Heel erg apart. Nog nooit in mijn leven gedaan, dus dat is wel mooi. Dat is Darik van het verblijf hier zo van Il Gabbiano. Darik is de klusjesman, die doet echt van alles hier zo. Het is echt de meest lieve guy die je ooit gaat ontmoeten. Het is echt zo lief. Dus daar zwaaide ik even naar. Die is alweer het zwembad aan het schoonmaken ook. Maar Marvin die was best wel op tijd wakker. Hoe laat ongeveer? 6 uur. 6 uur wakker? Toen ik de borstvoeding gegeven of 6:15. Ja. En toen ben je niet meer gaan slapen? Nee, dus Marion die heeft serieus, ja, ik heb het niet meegekregen, maar Marion die heeft dus bijna alles ook al opgeruimd en ingepakt. Dus ik ben net wakker geworden en het is nu 9:50, maar ik werd om ongeveer kwart over acht wakker. Dus ik ben al heel eventjes wakker. Maar één iemand die niet wakker is, dat is Riven. Die ligt hier lekker helemaal nokkie. Kijk hem nou dan. Die heeft lekker borstvoeding gehad van mama. En die is helemaal in dromenland. Ja, ik moet even zijn luier verschonen. En dan gaan we lekker ontbijten. Dus ik moet hem wel wakker maken. Maar wel super lief dat Marion al zoveel voorbereiding heeft gedaan. En de koffers eigenlijk al zo goed als heeft ingepakt. Want we hebben vandaag dus een kleine planning. Dus we gaan nu eerst even ontbijten. En dan zien jullie de rest allemaal wel. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen nog even? Hé? Hey. Ja, je hebt nog even lekker geslapen, hè? Ja, was dat lekker? Oh, als Riven gaat uitrekken, dat is echt het schattigste wat je ooit ziet. Dat vind ik zo schattig altijd als je dat doet. Ja.
Het is weer een feestje. We zijn er weer bij. En dat is prima. Dit is wel super mooi natuurlijk. Uiteindelijk, als deze lieve Riven wat groter is, dan kan je hier heerlijk op het grasveldje even lekker voetballen. Je ziet er ook al 3 voetballen liggen van alle kinderen hier zo. Die zitten hier vaak te spelen. Animatieteam hier zo. Oh, word je daar nu al een beetje enthousiast van? Ja, hè? Nou, we gaan even lekker ontbijten met mama. Ja! Kijk, mama heeft al een mooi plekje. Lekker hoor. Njong. Hoppakee. Zo. Lukt het allemaal, schat? Ja? We zijn keer op keer aan het doen, maar Marvin die doet alsof er 100.000 euro op het spel staat. Zo serieus neemt ze het. Je bent echt zo... Grapje, schatje. Hé, hey, is dat zo, jongen? Ja, ik ben mama een beetje aan het plagen. Mama plagen, kusjes vragen. Dat is het. Nee, schatje, je bent goed bezig. Bedankt. Dit mag. Hoe geef jij kusjes? Goedemorgen. Dus een goedemorgen, Kika. Wat heb je een leuke blouse aan? Tutte bene. Oh, bravo, Enzo. Italiaans, ja, ja, tutte bravo, bene. Bravo, Enzo. Buongiorno. Oh. Sorry, is my Luigi. Business booming bij Kika. Luigi, ciao. Maar lekkere... Lekkere natuurjoghurt uit de Alpen. Fijn. Maar hoe lok jij vogels dan? Want ik lok altijd zo vogels. Schatje. Het is echt alsof ik op wintersport ben. Dit is gewoon sneeuw, hè, wat uit de bergen is. Dat is wel lekker, ja. En hoe lok jij een pauw? Oh, dan doe ik de pu. En doe jij... Au. Au. Oh joh, dit is wel echt nice. Stel voor je doet zo. En je kijkt naar je hand. En je kijkt gewoon puur naar je hand. En dan 3, 2, 1. Wow, je komt precies samen. Dat is wel een teken van love. Nu heel snel naar achteren met. Oké. Okay. Oh, bijna. Oh nee, het moet echt goed zo. Ja. Ja. Oh. Dat was zo. Dat is fijn, hè? Al die mensen hier denken. Oud zijn zij. Riven, die kijkt dit ook allemaal vanaf de zijlijn. Die denkt ook, wat zijn dit voor ouders, joh. Wat doen we? Hè? Maar maakt niet uit. Boeit ons niks. Nee, we gaan gewoon lekker verder spelen. Precies. Oh. Het is echt wel genot, hoor, met Marvin samen te zijn. Echt genieten. Ja, met jou ook. Oh ja, Marvin die heeft een hele leuke TikTok geplaatst. Dit is namelijk een TikTok-trend. Kijk, Marvin die kreeg een herinnering van Snapchat van een... 2019 was dat, geloof nee, ik? Nee, nog min. Oh jawel, ik ken 2019. Jou wel. 2019. Ja. En toen waren we in zo'n trampolinepark met die van die schuimblokken, weet je wel. Daar was jij niet bij. En toen had je zo'n balk. Nee, maar ik heb de video toch gezien, ja, dus ik kan toch uitleggen wat er gebeurt. Ja, okay. Dus dan heb je zo'n balk en daar ging Marvin overheen lopen. En Marvin dacht toen, ze is Simone Baals. Dus toen zei ze van, kijk dit. En toen liet ze het aan mij zien en ik lachte me helemaal dood. En grazie. Grazie, dat is goed, hè? Grazie. Dus toen zei ik tegen Marvin, er is een trend gaande met de Olympic Games, dat je zegt van, ik heb de Olympische Spelen net niet gehaald. En dan laat je zo'n clipje zien dat het echt compleet misgaat. Dus die heeft Marvin net als TikTok geplaatst. En ik ga het jullie natuurlijk laten zien, anders moeten jullie helemaal naar TikTok. Dus geniet van dit filmpje van Marvin. Die denkt dat ze de Olympische Spelen zou halen met balk, maar helaas. Niet goed. Wat is mama nou aan het doen? Wat is mama aan het doen? Wow, kijk dan. Wat? Dit is gewoon een mini. Een baby. Een baby hagedis. Een baby. Wat? Huh? Die is cute, hè? Die is heel cute. Wat? Gewoon een baby hagedis gevangen. Ja, die zijn niet zo snel. Huh? Nou, laat hem maar vrij, hoor. You're free. Oei. Free. Ah, hij blijft zitten. Knap, hè, dat ik hem zo zag. Ja, gewoon tussen het gras, joh. Bizar. Ja, daarom ook best wel sneu, want die... Ja, dat is niet sneu. Nee, maar... want die rennen wel weg, joh. Denk het ook. We zijn er niet voor niets echt mega veel hier op het park. Dus die overleven wel. Ja, en Marion die heeft me ooit uitgelegd met die duiven. Duiven, oh ja. Dat vind ik echt zo'n mooi verhaal, want... Hallo. Eet smakelijk. Dank je. Dat vind ik echt zo'n mooi verhaal wat Marvin heeft verteld aan mij een keertje over duiven. Dat gaat over een slome duif en een snelle duif. Ik weet eerlijk gezegd niet meer. Als mensen blijven remmen voor duiven en ze niet aanrijden, dan blijft de slome duif dus ook over. Ja, dat was het of zo. Dus uiteindelijk als je duiven ziet en je ziet elke keer een duif vlak voor je auto langs gaan, dan denk je van wow, die heeft geluk. Nee, die heeft niet geluk, die is getraind. Dat zijn snelle duiven, die hebben snel DNA. Want de slome duiven, die worden wel aangereden.
gereden. Ja. En dan blijven dus alleen de snelle duiven over. En zo evolueert dus alles. Ze passen zich aan. Ja, precies. Ongelooflijk, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Ja, het is alsnog dat wel sneu natuurlijk. Dat is de evolutietheorie van Darwin, of zo heet het. Evolutietheorie van Darwin. Ja, die heeft dat ontdekt. Dat op een speciaal eiland vogels zaten. En dat was dezelfde soort vogels als op een ander eiland. Alleen de grond op die eiland was harder, waardoor hun snavel spitser geëvolueerd was. Dus ze hadden scherpere snavels, waardoor ze makkelijker wormpjes uit de grond konden pakken. Dat is volgens mij die theorie van hem. Toen kwam hij erachter van, wow, dus als het klimaat of de omgeving anders is, passen dieren zich aan tot hun omgeving. En toen had ik zelf bedacht, met die duiven. Oh, dat is jouw eigen idee dus. Op school had ik dat toen tegen de docent ook gezegd. Zo van, dus als we altijd blijven stoppen of remmen voor duiven die net overvliegen, dan blijven de slome duiven ook over. Dus eigenlijk zou je ze gewoon, dat is heel cruel, maar moeten aanrijden. Want dan evolueren ze zich en dan zijn ze snel. Dat is wel echt een hele kruwe theorie. Maar zo zou het dus wel werken. Maar dat betekent niet dat je door moet rijden natuurlijk. Ja, dan moet iedereen doorrijden. Ja, ja. Dan moet het een regel worden dat iedereen doorrijdt. Maar dat is wel heel cruel natuurlijk. Maar zo werkt het wel inderdaad. Het is best wel gek om te beseffen dat dieren zo evolueren, zich aanpassen. En wij natuurlijk ook. Ook al maken wij meer kapot dan de mensen maken meer kapot dan dat we goeds doen. Maar ja, dat is een eindeloze discussie, denk ik. Altijd als je hem oppakt zo uit de kinderwagen, dan is hij helemaal zo vrolijk, hè? Hallo. Ja, hij kan zo lekker kijken. Zo schattig. Oké, we hebben afgesproken, omdat we dus al vaker hebben gezegd van Riffen met de hitte. Dat is wel eventjes een beetje aanpassen en een beetje zo chill mogelijk maken voor hem. Dus ik zei tegen Maya van, wat nou als jij met Riffen gewoon lekker gaat zwemmen en ik eventjes heen en weer rij naar de bank. Dan kan Riffen in ieder geval even afkoelen, want hij had het echt alweer warm tijdens het ontbijt met zijn romper in de kinderwagen. Dus die gaat even zijn zwemmen outfitje aankrijgen. En dan gaan wij even naar de bank. Daarvoor moet ik nog wel even de check halen. En die zal ik dan ook eventjes laten zien aan jullie, de check. Ja, want dit is wel bijzonder dat we dit nog kunnen meemaken en dat ik dit kan delen met jullie. Ik heb twee formulieren nodig. Dat zijn deze formulieren. En dan is dit de check, dames en heren. Deze check heb ik uitgeschreven gekregen. En op de achterkant moet ik dus mijn handtekening zetten, als het goed is. En dan accepteer ik dus dat dit geld op mijn rekening komt. Dus dames en heren, ik kan de voorkant niet laten zien natuurlijk, omdat er allemaal gegevens van die andere man op staan. Maar dit is de check die ik uitgeschreven heb gekregen. Dus het werkt als volgt. Je hebt een boekje. Dat is gewoon een dik boekje met allemaal van deze checks. En stel voor je wil dus iets kopen, dan schrijf je een check uit. Dus je schrijft dan de plaats op, zie ik hier. Dan schrijf je de datum op. Dan schrijf je het bedrag op. Dan schrijf je ook nog het bedrag volledig uit. Dus dit is €977,42. Dus dan schrijf je serieus 977,42 cent. Dat schrijf je dus helemaal volledig uit. Behalve de cent zie ik. Die schrijf je niet volledig uit, maar wel de 977. Dan schrijf je de naam op aan wie je de check geeft. Dus in dit geval staat er dus Enzo Knol. En dan staat er ook nog zijn handtekening op. En het enige wat ik dan hoef te doen met deze check is naar de bank toe te gaan en dan te geven en dan hier mijn handtekening op te zetten en dan zet ze het op mijn rekening. Nou, nu heb ik het volgens mij wel echt heel duidelijk uitgelegd. Oké, ik heb mijn paspoort mee, mijn ID-kaart, alles erop en eraan. Laten we even wat geld gaan innen. Let's go! A few moments later. Oké, dat was het, dames en heren. Ik heb alles geregeld. Ik heb de check ingeleverd. Het geld wordt op mijn rekening gestort. En ik heb ook een kopietje laten maken van de verkoop van het appartement. Want dat willen ze gearchiveerd hebben bij de bank. Dus ja, alles is geregeld. Ik had wel een hele Noorse, chagrijnige, oude Italiaanse man tegenover me zitten. Die kon geen woord Nederlands, logisch. Ik kan geen woord Italiaans. Of nou ja, een beetje. Ik kwam binnenlopen en ik ben gewoon heel vrolijk. Dus ik zei gewoon, buongiorno, tutto bene. Hij reageerde niks. Gewoon helemaal niks. Hij keek me gewoon aan. Zo van, gast, wat kom je doen? Echt zo vaag was dat. Ik kwam gewoon binnen. Ik zei, buongiorno, tutto bene. Deed ik zo duimpjes omhoog. Hij keek me gewoon zo aan en hij keek weer naar zijn computerbeeldscherm. En ik had echt zoiets van, bro, serieus? Ik bedoel,
Nou, hij wist al meteen dat ik geen Italiaan was. Dus dat was een hele vage vibe. Dat was gewoon echt, ik ging een beetje bad op hem. Hij ging ook al bad op mij, ik weet niet waarom. Want ik was gewoon aan het wachten op de stoel en voor de rest heb ik helemaal niks gedaan. Nou goed, toen weigerde hij tegen mij te praten eigenlijk. Want hij praatte alleen maar tegen zijn assistenten. Zijn assistenten was wel echt super lief. Die probeerde heel erg haar best te doen om Engels met mij te communiceren. En op een gegeven moment kwam ze er niet echt uit. Dus toen pakte ik gewoon de Translate app. En toen heb ik gewoon gevraagd of zij wilde praten in het Italiaans tegen de app, zodat de app vertaald werd naar het Nederlands, zodat ik het begreep. En toen zei ik, ah, grazie mille, zo van heel erg bedankt, heel erg bedankt. Die man heeft gewoon letterlijk niks tegen mij gezegd. Gewoon niks. Dat is toch vaag? Ik begrijp er echt geen bal van. En dat is wel jammer, want alle bezoekjes aan de bank hier waren echt altijd super leuk. Ik heb eigenlijk altijd te maken gehad met hele jonge mensen hier. Die waren altijd heel erg gezellig en ja, gewoon Engelsen een beetje kletsen. En er speelde ook iemand League of Legends van de bank hier. Daar heb ik altijd gezellig mee gepraat, ook over League of Legends. Dus ik had wel zin om naar de bank te gaan. Maar dat was even een andere ervaring dan ik in mijn gedachten had. Maar maakt niet uit. Belangrijkste is, het is geregeld, check ingeleverd, kopietje van de verkoop van het appartement. En op dit moment zijn er twee Nederlanders aan het kijken bij het appartement voor een bezichtiging. Dus misschien dat daar nog wat uitkomt. Het enige is dus wel dat als het andere appartement ook verkocht wordt dit jaar nog, dan zou ik dus weer naar Italië moeten, naar de accountant of naar de notaris om alles te regelen. Dus ja, dan moeten we even kijken of ik dan wel heen en weer vlieg of dat we dan weer een paar dagen hier blijven. Dat weten we nog niet. Moeten we even kijken wanneer dat ook precies is en of dat überhaupt nog gaat plaatsvinden. Voor nu, alles geregeld. We gaan weer snel terug naar Myron en Riven, want we willen heel erg snel met het warme weer even lekker een frisse duik nemen. Let's go. Zo, dames en heren, daar liggen we dan bij het zwembad. Let's go, we gaan zwemmen! Hey, hey, hey. We gaan zwemmen! Ja! Water in! Vind je lekker, hè? Waterrat. Waterratje! De laatste keer. Ben je er klaar voor? Geniet even van het Italiaanse water nog. Echt een te schattig hoedje is dit. Ja, hè. Gaan we het water in? Kom maar, jongen. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Je moet wel hem heel hoog houden, hoor, want het is best wel diep. Ben je er klaar voor? Ja! 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 Dit is mooi, hè? Ja! Komt ie eens, hè? Hoppa! Wow. Wow, dat is lekker, hè? Ja, dat is lekker, hè? Zo, oh. Even afkoelen, hoor. Lekker afkoelen. Lekker, zeg. Oh. Dit is even wennen, hè? Dit is even wennen. Zo, ik ga ook mijn bikini aandoen en ja, erin. Ja, kom er lekker bij, schatje. Zo, wij hebben heerlijk gechilled, lekker gezwommen, lekker gezonnen en ook lekker eventjes geslapen. Dat is ook wel fijn. Dus we zijn weer helemaal bijgetankt om de reis te doen van vandaag. Want vandaag wordt wel een lange dag, want vanochtend waren we vroeg op. En vanavond vliegen we dus pas om 10:15. En dan komen we net even na 12 komen we thuis. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat met Riven, met de baby. In verband met dat hij normaal gesproken dus altijd tussen 8 en 9 ongeveer slaapt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat gaan we ook meemaken hoe dat is. Als we zijn ritme een beetje verstoren. Ja, ik denk dat hij wel gewoon lekker gaat slapen in het vliegtuig, hoor. Al helemaal. Als je hem uiteindelijk ook weer in de draagzak hebt. Ja. En dan weer in de auto. Ik denk dat het wel goed komt. Nou, we gaan nu nog even lekker spelletje Quicks doen. En voor de rest hebben we alles al ingepakt. Alles ligt al in de auto. En super chill, want we kunnen straks nog eventjes bij Luke en Kika even douchen, opfrissen voordat we gaan. Dus dat is wel echt wel allemaal perfect geregeld. Dus het is ook echt warm vandaag. Dus hij ligt er weer lekker met zijn luiertje bij. We hebben af en toe een koud doekje over hem heen. Vindt hij heel lekker, ook een beetje mee te spelen. Dus heerlijk voor elkaar hier zo. De laatste dagje is echt volop genieten en relaxen. Schatje, ja. Kom maar door met je scoren. Nee, zeg jij eerst maar. Ja, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. De score van mijn Quicks rondje is geworden met de strafpunten eraf. Ja? 95. Seconde. Schatje. 98. Echt? Ja, echt. 98 met 3 punten gewonnen. Nou, dan ben je van de vakantie, ben je de Quicks winnaar. Winnares. De jattenwinnaar. En de jattenwinnaar. En jij bent de kirkeerwinnaar. Ja, dus dan heb je het echt goed gedaan. Bedankt. Meid, ik ben trots op je. Ik ben ook trots op jou. Oh. En je hebt ook goed gezwommen vandaag, want jij hebt je zwemdiploma. Schatje, dankjewel. Ja, vindt hij ook grappig. Oké, hij is team mama blijkbaar. Boom, de deur is dicht. Kofferbak gevuld. Boom, die is ook dicht. En dan nu de deur van de kleine man nog. Hallo jongen.
Oh, zit je oortje dubbel? Zit je oortje dubbel? Kijk eens jongen, speentje. Dat is lekker hè? Oh, dat is lekker. Ciao! Zo. Hoppakee. Aircootje vol aan. Oei, oei, oei. Oh, het is warm. Gaan we nog een ijsje meenemen voor onderweg? Hebben we daar nog tijd voor? Jawel. Ja, dat is wel lekker toch? Oei. Oei, oei, oei. We moeten sowieso nog tanken ook hè? Waarom doen we daar ijsje aan? Ja, dat is beter. Ja. De auto ook nog helemaal heel gebleven. Ja, zoveel zijn we niet weg geweest met de auto. Nee, bijna niet. Zo, het is nu 7:55. En we vliegen om 9:45. Yes, dus we komen om 8:15 ongeveer aan op het vliegveld. Ja, perfect toch? We zijn 2 uur van tevoren. Nou, dat is altijd top. Picobello. En het is een klein vliegveld. We weten van de vorige keren dat je echt ingecheckt bent. En je bent zo door douane. En dan ja, heb je alle tijd. Ja, op Verona vliegen voor naar het Gardermeer vind ik altijd wel echt super relaxed hoor. Ja, ik ook. Het is niet zo ver rijden. Het is sowieso minder dan een uurtje. Ja. En dan huurauto en knallen maar. Ideaal. We zijn heerlijk op tijd. We hebben de auto hier neergezet. Hoppakee. Nou, alles in orde. Deze kleine jonge man. Zit lekker in de draagzak. Zit lekker in de draagzak. Kikkeboe. Hallo. Hij is weer zo chill, hè. Nou, laten we maar even de koffers inchecken. We zijn zelf al ingecheckt, dus dat scheelt sowieso ook tijd. Alleen de grote koffers nog even inchecken. En dan gaan we maar even chillen en wachten tot dat vliegtuig er is. Nou, daar gaan we weer, dames en heren. Op de terugweg. Riven, zit jij er lekker bij? Zit jij er lekker bij? Dat speentje wat hij zo eruit schiet gewoon. En dan wel op zijn hand gaan sabbelen. Echt zo mooi om te zien. Ik hoop dat hij straks van het flesje nog wat wil drinken. Net bij mij ook gedronken, maar niet van normaal. Nee, dat is waar. Maar normaal slaat hij nu al, dus dan weet je, kan je niet echt inschatten. Ik ben heel erg benieuwd, hij vindt het allemaal veel te interessant. Ja, hij zit echt met grote ogen. Ja, hij zit gewoon te lachen nu. Het gebeurt er allemaal. Het gebeurt er allemaal. Ja. We vliegen naar Nederland. 1,5 uur vliegen. Oeh, we hebben lekker warm flesje gekregen. Oh, joh, hij lekt helemaal. Kijk eens jongen. Boom. 150 milliliter sterk. Oeh, dat is lekker. Dat is lekker. Nou, we zijn geland. Deze man die denkt, ik blijf maar even lekker doorslapen. Ik vind het wel best. Nou, we gaan even lekker wachten tot het hele vliegtuig leeg is. We zitten hier prima. De kleine man is lekker aan het slapen. We moeten toch wachten op de koffers, ja. Ja, dat is een ding, weet je. We moeten toch wachten op de koffers bij de band. Kijk, als je geen grote koffers hebt, dan kan je het beste wel gewoon meteen uit het vliegtuig. Maar nu hebben we geen haast, dus we zitten prima. Straks koffers halen en dan worden we lekker opgehaald. Goed geregeld. Kijk hoe nou weer kijken met die grote ogen. Ga je zelfs lachen joh. Ga je zelfs lachen. Dat is toch niet normaal joh jij. Wat een heerlijke vlucht hebben wij gehad zeg. Niet normaal. Zo, daar zijn we. Dit ging eigenlijk best wel soepel en best wel snel. De lift staat buiten te wachten. Dus let's go. Hoe rustig het dan eigenlijk nu is hè, op Schiphol. Echt, je ziet wel een paar mensen een beetje verstrooid, overal bankjes liggen op de grond of zo. Dit is dan een check-in, hè? Ja. Ja, dit is de check-in. Kijk, dan helemaal niemand hier achterom. Terwijl overdag is dit echt overspoeld. Maar dan denk ik, die mensen die hier allemaal op de grond liggen te slapen en zo. Hebben die dan een vlucht gemist of is dan een vlucht gecanceld? Of overstap. Of overstap, ja. Dan moet ze gewoon 8 uur wachten of zo. Misschien is dat het wel, geen idee. Nou, als wij straks daar naar buiten gaan, als het goed is, staat hij meteen daar al te wachten. Zo dames en heren, het is 2:15 in de nacht. We zijn thuis gekomen. We liggen lekker in ons eigen bedje. En wij gaan slapen. Morgen weer een gloednieuwe dag. Ik check jullie dan. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.